Het Genkske was een lelijk steegje en is nu een aantrekkelijk stukje Osse binnenstad. En waarom kan deze aanpak ook geen succes worden in de Peperstraat? Zo vraagt centrummanager Jacques van Lieshout zich af. Al jarenlang wordt er gesproken over een grote opknapbeurt en het lijkt er nu echt van te komen. Nou, er zit vooral een entree. We hebben een weinig aantrekkelijke entree. Die zuigende werking is er eigenlijk niet. En als je zeker aan die entree al wat kunt verbeteren, dan gaat dat die aantrekkelijkheid van die straat vergroten. Maar ook in de straat zelf zijn toch ook zeker wat cosmetische aanpassingen zeker op zijn plaats. En dat hebben nu een aantal vastgoedeigenaren, die hebben dat onderkend. En die willen daar op korte termijn ook mee aan de gang. Schetsen van wat er zou kunnen veranderen zijn er al genoeg. Nieuwe stenen, luifels, kozijnen, misschien nieuwe etalages of zelfs ruimte voor nieuwe woningen. Daar moeten de pandeigenaren dan wel aan meewerken. De afgelopen jaren is dat aan het begin van de straat nog niet echt gelukt. Nou, het is toch dat je daar vooral de pandeigenaren van nodig hebt. En het Genkske heeft daar misschien als een soort katalysator gewerkt. Nu zijn er toch een aantal vastgoedeigenaren die hebben gezegd van god, wat daar kan, dat moet bij ons toch ook kunnen. En er is inmiddels gesproken. Er is een actieplannetje gemaakt. En we gaan begin september gaan we kijken hoe ver we staan met de eerste uitgezette acties. Dan is natuurlijk de vraag wat die acties in eerste instantie inhouden. Nou, vooral zorgen dat we iedereen zeg maar, aan boord krijgen, dus ook alle pandeigenaren. Er wordt al wat geschetst, er wordt al gekeken van goed naar per pand al gekeken wat zouden daar de aanpassingen kunnen zijn. Waar we voor willen gaan is niet voor cosmetiek, maar echt voor duurzaamheid. Dat je zegt, joh, de stappen die we nu gaan zetten, die moeten gewoon tot een lengte van dagen, moeten die in ieder geval zichtbaar blijven. Het kan dus nog wel even duren voordat we in de Peperstraat echt iets gaan zien veranderen. Het Genkske blijft tot die tijd het goede voorbeeld geven.